Ajax plaatst zich voor de kwartfinale. Daarin wacht de Engelse kampioen Arsenal. De in Everton nu gestoken Londenaren hebben zich duidelijk voorgenomen om Ajax zo min mogelijk ruimte te geven en posteren daartoe 8 à 9 van de 11 spelers in de verdediging. De Amsterdammers proberen daar af en toe met hoge ballen overheen te komen, maar meestal lukt dat niet. Eenmaal ziet Ajax zich een doelpunt ontgaan omdat de scheidsrechter niet wil erkennen dat de bal de doellijn gepasseerd is. Op dat moment kijkt Ajax al tegen een ongelukkige 1-0 achterstand aan. Maar dat heeft de aanvalslust alleen maar doen toenemen. Toch blijkt het lange tijd onmogelijk om een bres te schieten in de massaal samengetrokken Londense verdediging. Totdat Gerry Muren met een onverwacht schot de Amsterdammers op gelijke voet brengt. Hey, dat is gek. Een Feyenoord supporter bij Ajax. Pas ver in de tweede helft weet Ajax een voorsprong te nemen, dankzij een volgens velen ten onrechte toegekende strafschop. Hey joh, je zit verkeerd. Gerry Muren brengt de eindstand op 2-1. Ook de return in Engeland.